De huizen in Meerstad moeten mogelijk aardbevingsbestendig worden gebouwd. En dat kost misschien wel 10.000 euro extra per huis. Voor Meerstad betekent dat in totaal 67 miljoen euro. Dat bleek gisteren tijdens een spoeddebat. Meerstad ligt in het risicogebied. Volgens het staatstoezicht op de mijnen loopt ook de rest van de stad bij zwaardere bevingen risico's. Er moet ook bekeken worden welke maatregelen genomen moeten worden voor 10.000 woningen in het risicogebied aan de oostkant van de stad. Het college heeft ook duidelijk aangegeven dat er aardbevingsbestendig moet worden gebouwd in deze gemeente. Dat we daar echt naartoe zullen moeten. Nou, dat onderschrijven wij zeker ook. Er moet in de Tweede Kamer nog een bouwbesluit voor worden gewijzigd. Als er meer kosten mee gemoeid zijn, is het standpunt van het college, zoals we begrepen hebben, dat degene die de schade heeft veroorzaakt ook de meerkosten betaalt. En dat lijkt ons een heel reëel uitgangspunt. Dan zullen we eerst moeten weten waar die risico's precies gelopen worden, hoe ernstig die risico's zijn, wat de effecten zijn op de veiligheid van de stadjers. En daarvoor, als je dat op het moment dat je dat weet, dan kun je pas gaan kijken van ja, wat moet je daar dan aan gaan doen. Meerstad moet nog gebouwd worden. In die zin, de woningen die daar nog gebouwd moeten worden, is het makkelijker om natuurlijk daar alvast maatregelen voor te nemen. Wat nog lastiger is woningen die al gebouwd zijn. Als die niet veilig blijken, dan is dat nog naar mijn idee nog een iets groter probleem dan de woningen die nog gebouwd moeten worden. Een motie om meteen te stoppen met gas oppompen haalde het niet. Ja, de directe relatie tussen aardgaswinning en aardbevingen lijkt wel aangetoond. Maar voor mij is de werkelijkheid iets ingewikkelder dan te zeggen dat als je ophoudt, de problemen ook ophouden. Dus ja, we hebben erg behoefte aan om daar met experts over te spreken. Nee, de problemen houden misschien niet meteen op, omdat alles nog moet inklinken. Maar duidelijk is dat doorpompen de zaak niet beter maakt. We hebben net ook in de gemeenteraad mede op ons initiatief een motie aangenomen die ook ons college oproept om in Den Haag te zeggen dat de gaswinning eigenlijk uit Groningenvelden zo snel mogelijk moet ophouden en dat we moeten inzetten op een versnelde energietransitie, een overgang naar meer duurzame energie. Dus inderdaad, uiteindelijk hopen we dat de gaswinning uit dit gebied minder nodig is. In totaal heeft de NAM 12.000 schademeldingen ontvangen en daarvan komen er 700 uit de stad. Dat zijn er inderdaad al behoorlijk wat. Aan de andere kant, 12.000 is het natuurlijk 6%. Elders zijn er ook heel veel meldingen. Dus in die zin moet dat gewoon bekeken worden. Maar dat de stad waar het vooral nu om gaat, is dat de stad risico's zou kunnen lopen, wordt nu geconstateerd. En daarvan wil wij in de gemeenteraad, de VVD, wil weten of dat precies klopt. En hoe we dat precies moeten duiden, wat de consequenties zijn. De stad gaat ook samenwerken met de 9 gemeenten in Noordoost-Groningen die nu al gezamenlijk optrekken in het aardgasdossier.